Latijnse school. Paus Innocentius III bepaalde in 1215 dat alle kerken iets moesten doen aan onderwijs. Zo ook in Nijmegen. Het eerste Nijmeegse schooltje stond aan Kelkensbos. Na inwijding van de Sint-Stevenskerk in 1275 verhuisde de school naar een hoek op het Sint-Stevenskerkhof. In 1544 werd de school op dezelfde plek volledig herbouwd. En daar staan we nu. We zijn bij het oudste en fraaiste schoolgebouw in Nijmegen, de Latijnse school. Architect Herman van Heeregraven bouwde het in 1544-1545. De school was een langgerekt, rechthoekig gebouw met een bakstenen voorgevel in laatgotische stijl. Het gebouw is slechts 6,5 meter diep. De teksten op de voorgevel zijn uit de 10 geboden. Boven het natuurstenen gotische toegangspoortje, met jaartal 1544, zit het wapen van Nijmegen, geflankeerd door beelden van 4 kerkvaders. Tegen de muurdammen staan beelden van de 12 apostelen. Echter, dit zijn niet de originele beelden. Deze waren in dusdanig slechte staat dat ze rond 1965 werden vervangen. Deze verweerden wederom erg snel en eind 2016 zijn de nieuwe beelden op de gevel geplaatst. De 12 apostelen waren zo herkenbaar voor de burger dat zij de Latijnse school ook wel de Apostelische school noemden. Tegen de andere zijde werden een eeuw later diverse panden gebouwd. Door het hoogteverschil verdwenen daardoor de ramen. Na vele jaren leegstand is het gebouw in de jaren 70 van de vorige eeuw van binnen gerestaureerd volgens de Bossen school. De eerste verdieping bestond uit 1 grote ruimte en was dus uitermate geschikt voor een klaslokaal. Het lokaal moest zo licht mogelijk zijn, vandaar dat er voor die periode vele ramen waren. Helaas zijn die er niet meer allemaal. Het plafond was geschilderd met verf vermengd met kalk, zodat het in de klassen zo licht mogelijk was. De vloeren worden nog steeds gedragen door zware eikenhouten moerbalken. De oorspronkelijke kapconstructie op zolder is volledig intact gebleven. De kap heeft de vorm van een omgekeerde scheepsromp. De spanten zijn hier niet wit gemaakt, hetgeen erop duidde dat dit geen schoollokaal was. De Latijnse school bestond tot 1842. Toen werd het een gymnasium. Dat was de voorloper van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. In 1881 vestigde hier een muziekschool. Daarna transformeerde het respectievelijk in een politiebureau, de gemeentelijke arbeidsbeurs en begin 1900 huisvestte de armenraad in het pand. De kelder hoorde oorspronkelijk niet bij de Latijnse school, maar maakte onderdeel uit van het stelsel van gewelven van de Hezelstraat. Het was tijdelijk het onderkomen van een slachthuis. Daarna gebruikte men het als kazerne en paardenstal. Tegenwoordig is de Latijnse school de thuisbasis van een stedenbouwkundig adviesbureau. Als de jongens met hun studies begonnen, waren ze ongeveer 9 jaar oud. Lijfstraffen kwamen regelmatig voor en meestal was de leerling de pineut. Maar soms kwam er gerechtigheid.